Welkom terug. Hallo. Bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival met Lars en Nick. Dat is Nick, ik ben Lars. Hey, wat heb jij een mooie trui aan met een creeper shirt door de achtergrond? 360 onder het vissen. Onder het vissen? Yes. Tijdens het vissen. Ook. Mooie sneeuw is het nu. Zoals we hebben gezegd, we gaan de grot in. Tenminste, als Nick nog mee wil. Nou, ik kom wel mee. Nou, mooi. Kom, daar gaan we. De vissen willen niet bijten. Oké. Okay. Het regent nog wel. En het is nacht. Kunnen we beter eerst even een bed maken? Ja. Kom hier, in mijn hut. Oké. Okay. Heb jij ook wat eten? Maak jij een bed? Twee? Als ik spullen heb. Oh, ik maak wel een bed. Heb je eten nodig? Hier. Ja. Ompido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 mp
Twee bedden. Oh, moet er nog eentje verder. Nick. Nee, hé, ga uit mijn bed. Oh, ik slaap al hoor. Oh, ik val in dat bed. Ik lig buiten nu. Oh, wat heb ik heerlijk geslapen. Hé, hey, kijk, een vleermuis, Nick. Ik heb het bed alweer. Zie je een vleermuis? Jij bent zo dom, hè? Ja, dan spannen we hier, ik weet het. Nee, je spant hier niet als je het bed kapot hebt gemaakt. Ja, dat weet ik. Waarom doe je dat dan? Omdat we toch zo... We gaan toch even in de grot kijken en dan weer verder reizen. Ja, maar dan wil je toch wel weer hier spannen. Oh. Zon van bed. Je haalt op de terugweg weer op. Ik kan er niet uit. Oh, vleermuis hier, Nick. Worden die vleermuizen boos op je eigenlijk als je ze slaat? Nee, doe niks. Oké, okay, dan kan ik op ze gasten. Oh, creeper, 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 creeper. Zo. Mooi, yes! Mijn. Oh Nick, je moet echt even je bed weer terugzetten en dan hier slapen. Want hier gaan we verder hoor. Hier blijven we een paar afleveringen. Ik denk dat we hier boven ons huis gaan maken. Of ik hem goed heb. Hier in de... Het is wel sneeuw, maar ja, ik vond sneeuw niet echt heel lelijk als ik zag sneeuwen net. We hebben een mooie grote opening naar een mijn. Oh. Mooi, kom. Kijk, we hebben een mooie grote opening naar een mijn. Kijk. Die heeft gouden armor. Oh, uit ons gezien. Hier, splits op. Nick, niet, sla hem op het land. Sla hem terug op het land. Ik probeer erachter te komen. Ik ook. Au. Hij kan ook op het land nu gewoon, hè, want hij heeft een helm op en dan gaat hij niet... Ja! Heb jij hem? Ik heb hem. Oké, cool. Hij is, is alleen bijna kapot, maar... Zoom aan. Stoer, hoor. Stoer, hè. Weet je waar ik een huis wil neerzetten, Nick? Dus kijk eens hier recht tegenover. Zie je die punt daar in de desert? Ja. Daar wil ik het huis maken, want dan heb je een mooi uitzicht hier op de rivier, op de inham. Zal ik aan het huis beginnen dan? Wil je dat doen? Zal ik jou hout geven en zo ook? Ja, als jij mij spullen geeft. Willen we een beetje een leuk huisje, een gezellig huisje? Of willen we meer echt een standaard? Of een praktisch huisje? Ik wil echt een mooi huis dat je maakt, oké? Oké. Hier heb je ook lapis. Verwerk dat maar ergens in. Oké, ik ga daar naartoe, ja? Zal ik dan gaan mijnen? Ja, is goed. Oké. Okay. Oh, ik heb geen eten bij me alleen. Oh
Oh, ik heb een visangel. Ik heb een visangel. Oké, cool. La 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 la. Hebben we hier zo'n echt een hele grote ingang naar de mijn. Dan gaan we een brug maken hier naartoe. Echt een mooie brug. We hebben een jungle biome in de buurt, Nick. Oh, dan kunnen we chocolade dingen. Ja, we hebben hier echt een hele aantal biomes bij elkaar in de buurt. Dus dit is wel mooi. Nou, ik ga naar beneden. Oh, wacht. Ik ga even wat armor maken, oké? Van de iron die we hebben. Als je dat niet erg vindt. Oh, ik heb jou net de crafting table gegeven. Stim. Hey, ik heb een crafting table. Ik hak hier wel een boom om. Geen genade voor de bomen. Klein boompje. Oh. Oké, ik ben echt scheel. Er stond dus wel gewoon nog een crafting table. Je krijgt nu ook XP door vis, hè? Ja. Ik denk dat ik gewoon een chestplate maak. Zo. Maar wat armor tenminste. Dat is alles. Ik ga naar beneden. En ik zie je zo meteen wel weer, denk ik, hè? Ja. Oh, dit is, ik heb echt het gevoel dat dit een hele mooie mijn is. En waar voel je dat dan? Nou, deels kan ik het zien. Oh, ik heb een vleermuis gedood. Want hij is zo enorm groot. Wat heb ik nou weer gekregen? Nick, moet het een groot huis worden? Ja? Ik heb een aardappel gekregen van een zombie. Oké, bewaar hem. Want dan kunnen we hem gaan planten en dan krijg je er twee in plaats van één. Ik heb een aardappel gekregen van een zombie. Logisch, hè? Ik denk dat we zo ook wortels kunnen krijgen dan. Maar dat weet ik niet zeker. Kan je ook een gouden aardappel maken? We kunnen ook een aanbeeld maken. Ja. Maar dat kost best wel heel veel iron, hè? IJzer. Ja, maar dat kunnen we later altijd nog maken. Want je moet 3 blokken van ijzer aan de bovenkant. En dan 4 losse ijzer eronder. Dat is best duur, vind ik. Maar ja, je kan wel, je kan alles repareren en je kan enchanten. Bijvoorbeeld als je een pickaxe met 1 enchantment hebt en een ander met een ander enchantment, dan kan je die bij elkaar doen en dan heb je een pickaxe met alle 2 enchantments. Ja, dat is wel fijn. Moet het een groot huisje worden? Ja, maak maar gelijk groot. Of in ieder geval dat je hem kan uitbreiden. Snap je? Ja. Oh, ik ben nog niet eens dieper gegaan en dit is zo hartstikke groot, Nick. Dat is wel groot.
Zoveel kom. Hoe gaat het met jou met huis bouwen? Goed. Alleen goed. Je wil er niks meer over kwijt? Nee. Het is een geheim. Ja. Zeg maar wanneer ik weer naar boven mag komen dan, om het te zien. Te aanschouwen. Ik ben nu nog alles plat aan het maken. Oké. Nou, visjes bijt. Oh, wat een kool, man. Niet normaal. We hebben echt de jackpot met deze plaats. Level 10. Ik heb nu, Nick, ik heb bijna 3 stacks of kool. 3 stapels kool. Oh. Dat is wel... Nick, ik denk dat we een village in de buurt hebben. Oh mooi. Ik zie hier een villager zombie. Die me... Ga zoeken. Ja, die me gewoon een iron bar heeft gegeven. Want daar staat ook... Die villagers zijn ook vernieuwd, hè? Ja. Ja, er staan soms van die dingen op ofzo. Van die... Hoe je iets moet maken ofzo. Ik ga kijken. Maar mensen, ik denk dat jullie dat pas zien, of hier een villager dorp zien, is in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet het groene duimpje aan te klikken als je dacht dat het leuk was. Als het niet leuk was, klik dan op het rode duimpje. Als je vaker wil, als je meer afleveringen wil zien, klik dan op subscribe. Of abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei.